Jawel, Tess is niet de enige die vandaag proef rijdt. Oh, ik mag een proefje rijden. Ik rijd de BB, maar vandaag heb ik mazzel, want kijk. Tadaa! Kimmetje is aan het vlechten. Fenna is bezig met haar beentjes en het poetsen. Dus, zelfs Monique is er. Die is er met de hond. En ik ga B rijden vandaag. Ik heb niet echt doelen, behalve dat ik mijn schouders ontspannen wil houden. En voor de rest de proef uitrijden. Het zou leuk zijn als ik op de letter reed, maar ik heb niet zo heel hoge verwachtingen vandaag. Niet omdat dingen niet kunnen of willen, maar meer omdat ja, met die coliek was het natuurlijk weer even tussenuit en kan je niet zoveel oefenen. En ik ben vooral bezig geweest met Tess. Dus nou ja joh, we gaan gewoon die proef rijden en kijken hoe ver ik kom. Zo, aan het inrijden. En dadelijk het proefje rijden, net zoals ik. En dan gaat alles weer opnieuw. En de prijsuitreiking komt zo ook nog. Nou, ik heb er in ieder geval zin in hoor. Het is daar een beetje helemaal een trucje. Doei! Zo gaat ze heel de bak door. Net als mijn moeder even achterin op de spiegel aan het kijken. Maar nu is ze alweer klaar. Ik heb lekker gereden. Ik vond het heel erg leuk. Ze was wel heel onrustig in haar hoofd. We hebben met de coliek die ze had toch wat minder getraind. En dan merk je dat ze toch snel spierpijn heeft. Gaat ze lopen schudden. Moet ik er meer voorwaarts rijden? Heb ik niet gedaan. Dus eigenlijk gewoon dit wild. En we gaan nu voor proef 2. Dus dat is proef 5. Dat was hem. Nou, veel succes met de tweede proef. Zegt u? Veel succes met de tweede proef. Grote volte.
ik vond het heel erg leuk. Ik vond het ook lekker gaan. Ik denk wel dat een aantal punten ook echt wel verbeterd moeten worden voordat dat een voldoende wordt. Want ik weet niet, ik heb lekker gereden. En ja, ik heb gewoon naar mijn zin. Zo blabbel.